Hallo iedereen, welkom weer in een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Amai, ik ben even buiten adem, want ik heb dit allemaal naar boven gedragen en er staat nog een hele zak in de keuken. Ik ben gaan shoppen, het is vandaag dinsdag. Jullie zien deze vlog morgen, dus woensdag, omdat ik nu toch wel even echt bang heb dat het vanaf morgen lockdown gaat zijn. En ik weet dat Niels ook al niet meer werkt vanaf morgen. Dus die komt naar hier straks. En ik wil echt wel dat we genoeg eten hebben. Dus ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Want het is veel. En wat ik in een lockdown koop. Om toch nog gezond te blijven. Ik heb niet alleen maar diepvriespizza's en zo. Ik heb zelfs geen ene diepvriespizza. Nou, ik heb ook nog gezonde dingen gekocht. En niet gehamsterd en van alles 5 pakken gekocht. Ik heb ook toiletpapier gekocht. 1 pak. Jawel, 1 pak. Er was een vrouw voor mij. Er waren echt 6 pakken nog in de Action. En die vrouw voor mij neemt die alle 6. Alle 6, hè. Dus ik vraag als ik er eentje mag, omdat mijn toiletpapier is bijna op. Ik heb nog 2 rollen, dus ik heb gewoon toiletpapier nodig. En die zegt ja, nee. Kijk, ik ben deze vlog aan het editen en ik merk... Oh, trouwens, ik ben Niels. Hi. En ik merk dat ik mijn verhaal niet heb afgemaakt voor van het wc-papier. Maar long story short... Ik zag al dat ik aan mijn voet ging kriebelen. Dus ik kreeg van die vrouw geen pak wc-papier, terwijl hij er 6 had. En dan is er iemand tussen gekomen van de Action zelf. En heb ik uiteindelijk wel 1 pak gekregen. Dus woehoe. Mijn batterij was plat, dus ik moest even mijn batterij opladen. Ik weet niet meer wat het laatste was, wat ik heb gezegd. Maar ik heb ondertussen al sinds mijn... Nog een heel stuk diepvriezer. Zo met vriesdingen, met de spatel, heb ik dat zo losgestoken. Want dat ijs was allemaal aan het aanvriezen. Dus nu is er terug plaats. En ik ga eerst de dingen laten zien die ik heb voor in de diepvriezer. Als eerste heb ik koolvis, graadvrij. Het zijn 4 stuks. Ik ga zo proberen zo goed mogelijk te ordenen. Fish sticks. Altijd lekker. Plus makkelijk te maken en handig. Dan heb ik magere spekblokjes van kalkoen. Die neemt Niels altijd. Die zijn super lekker. Alles is trouwens van de Albert Heijn. Ja, bijna alles. Een paar dingen van de Action en de Aldi, maar dat zal ik zelf zeggen. Maar wat ik tot nu toe laat zien is Albert Heijn. Ik heb 2 pakken die ik in de frigo ga steken en deze ga ik invriezen. Dan heb ik krokante rosti rondjes. Altijd lekker om te maken en dat zijn trouwens voor in de oven. Dan heb ik groene asperges, vers van het land, voor een diepvriezer. Dan hebben we verse broccoli, ook voor een diepvriezer. Eat your greens, hè. Dan hebben we paprika, wat zijn reepjes, ook voor een diepvriezer. Oh, ik zie nu al dat ik niet heel veel plaats heb. Okay. En dan hebben we nog ovenfrietjes. Dus dat is wat ik in de diepvriezer heb voor de diepvries. Maar dan heb ik ook nog een aantal dingen die ik in de diepvries ga steken. Zoals verse groenten en vers vlees. Oké, ik heb 2 glutenvrije broden meegenomen. Dus 1 ga ik invriezen. Dan heb ik nog ovengroentjes, zoete aardappel, rode paprika en broccoli. Die ga ik invriezen. Ik hoop dat ik genoeg plaats heb voor alles. Dan heb ik veggie nuggets met pompoen en wortel. Die ga ik ook invriezen. En dan mijn brood. Oké, dan heb ik een volkoren broodje voor Niels. En ik ga de helft invriezen. Oh, dat is niet gesneden. Of denk ik dat? Oh, dat is niet gesneden.
dan ga ik dat even van de helft snijden. Voilà, ik heb dit stuk afgesneden. En wat ik ga doen is, ik ga dat in een plastiek zakje doen. En dan ga ik dat zo in de diepvriezer doen. En dan heb ik nog een heel pak kip gekocht. Maar voor morgen heb ik vlees. Voor vandaag heb ik vlees. Dus deze ga ik ook invriezen. Ik laat er 2 uit voor morgen en de rest ga ik invriezen. Dus de 2 voor morgen ga ik in dit zakje doen. En de rest ga ik invriezen. Wow. Ik haat dat echt zo van die kip. Of ik ga denk ik eerder die 3 in een zakje doen. Want dat gaat beter in de diepvriezer gaan. Ja, voilà. Ik heb mijn 3 kippetjes in een zakje. En die gaan ook de diepvriezer in. Okay. En dat is alles voor in de diepvriezer. Zoals je ziet zit mijn diepvriezer nu goed vol. Hier zitten nog dingen die ik nog had om erwtensoep te maken. Broccoli mix, groenten, verse spinazie, besjes zitten hier nog en dan nog scampi's. En de rest zit er allemaal bovenop. Oké, dan voor in de frigo heb ik sojamelk gekocht. 3 bussen voor 's ochtends. Dan heb ik kersttomaatjes, groenteschijf, dan mijn 2 kipfiletjes nog. Ik heb een green juice meegebracht, die moet wel morgen en overmorgen op. Maar ik dacht voor 's ochtends, voor vitamintjes. Omdat ik eet ook echt totaal niet veel fruit. Dus ik dacht dat is goed. Dan heb ik nog deze mix meegebracht. Dan de spekblokjes zoals ik zei, voor in de frigo. Deze roerbakgroentjes. Dan een glutenvrij broodje. Dat zet ik ook in de frigo. Want omdat er weinig bewaarmiddelen in zitten, wordt dat heel snel slecht. Dan heb ik tomatenketchup meegebracht. Omdat ik heb dat niet. En Niels eet echt bij alles tomatenketchup. Dan heb ik 4 komkommers meegebracht. Ik dacht, dan kan ik zo lekker tomaat-komkommerslaatje maken. En dan heb ik mandarijntjes meegebracht, omdat ik dacht, ik moet echt vitamintjes eten meer en meer fruit eten. Dus dat is dit. En dan nog een fles Cola Zero, voor als we zin hebben in iets met prik. Even change of plans. Ik ga deze avond nog naar Niels gaan en dan komen we morgen naar hier. Omdat zijn mama komt nog van alles brengen deze avond. Dus ik ga een paar dingen van mijn frigo nog naar mijn diepvriezer verplaatsen. Dan heb ik nog een half volkoren broodje. Heb ik zo van die noedels. Ik zag dat en ik dacht, dat is lang geleden. Dat van die Aiki-achtige noedels. Dus ik heb dat meegebracht. Ik heb er nog zo, maar ik weet niet waar die ergens zijn. Dan heb ik wortelen in blik, in pot. Het ziet er echt niet smakelijk uit. Maar mocht het echt nodig zijn, dan eten we dat. Dan heb ik kikkererwten in een pot. Dat vind ik wel oké. Basmati rijst. Een ongebrande notenmix voor healthy snacking. Dan heb ik deze chips, Lay's Sticks. Ik heb best wel wat chips gekocht. Waaronder deze lentil chips hummus. Deze 2 kwamen trouwens van de Action. Ook deze Milka Oreo komt ook van de Action. Die ga ik trouwens ook in de frigo doen zelfs. Dan heb ik tomatensaus, basilicum, die komt van de Aldi, want in de Albert Heijn hadden ze er geen meer. Ik heb hier nog eentje, dezelfde. Dan heb ik weer van de Albert Heijn Sleep Tea, die drink ik altijd. Maar in de Action hadden ze ook eentje, deze Sleep Tight Tea met kamille. En ik dacht, die wil ik ook wel eens proberen. Dus heb ik ook meegebracht. Dan heb ik patatjes van de Albert Heijn. Dan tandpasta van Oral-B, die heb ik van mama meegekregen, want die had heel veel tandpasta gekocht, blijkbaar.
Dus deze. Dan heb ik de M&M's egg. De Haribo Starmix snoepjes. Dan heb ik zo rozijntjes in melkchocolade. Ik haat echt rozijnen. Maar deze in chocolade vind ik dan wel lekker. Maar anders walg ik echt van rozijnen. Up next hebben we augurken. Ik hou echt van augurken. Dan heb ik rijstwafels met lijnzaad. Die zijn ook weer van de Action. Ook van de Action heb ik deze cappuccino instant koffie meegenomen voor Niels. Omdat ik weet niet als die bijna op is. Dus. Dan heb ik groene thee met munt van de Albert Heijn. Bugles Naturel van de Albert Heijn. Die waren 99 cent in promotie. Dus ik dacht, I'll take it. Nog chips. Jawel, tortilla strips. Ook van de Albert Heijn. Dan heb ik van al die aanstekers meegenomen. Omdat mijn bijna leeg zijn voor mijn kaarsen aan te doen. Dus handy. Nog rijstwafels van de Albert Heijn. Hier zijn nog zo'n pakjes. Deze is met chicken. En hier ligt nog zo'n pakje pad thai. Die waren wel iets duurder. Die andere waren denk ik maar 50 cent. Maar deze waren 99. Maar ja, dat is nog kei goedkoop. Maar ja, ook heel gezond is dat niet, maar... Dan heb ik van de Aldi nog fusli pasta meegenomen. Want de gewone pasta was allemaal op in de Albert Heijn. Dan heb ik kikkererwten pasta meegenomen van de Albert Heijn. Dat is glutenvrij. Rode linzen pasta, ook van de Albert Heijn. Ook weer glutenvrij. En groene erwten, ook glutenvrij. Dus, of is deze niet glutenvrij? Ah jawel. Dus dat is eigenlijk ja, meer voor mij, omdat ik glutenvrij eet. Dan heb ik Chinese mie meegenomen. Ik dacht dat ik zo'n wok of zo wil maken. Dan hebben we nog organic udon noodles. Nooit gemaakt, maar het zag er speciaal en lekker uit. Dus ik dacht, ik ga dat eens meenemen. Het ziet er eerder uit als satéstokjes, maar ik ben benieuwd. Dan heb ik nog lactosevrije vanillejoghurt meegenomen. Ontschminker. Deze gebruik ik altijd voor mijn waterproof. Dit is toch waterproof, hoop ik. Want nu zie ik wel dat het een beetje anders is op de verpakking. Ja, ik weet het niet. Staat er niet direct, maar het zal wel. Maar dus alleszins deze. Heb ik ook nog van de Aldi kauwgom meegebracht. Deze kauwgom. Van de Albert Heijn heb ik ook nog mix voor koekjes en speculaas meegenomen. Ik zie altijd bij een YouTubester, Sophie noemt die denk ik. Die is van Holland, maar ze praat Engels. En die doet dit altijd bij haar havermout. En ik dacht, oeh, dat wil ik wel eens testen. Oh, eitjes. Dat ben ik vergeten trouwens in de frigo. Die moet ook in de frigo. Of ja, sommige zetten aan de frigo, sommige niet. Ik zet aan de frigo. Maar die heb ik van bij mama en papa, want die hebben kippen. En die leggen best wel veel eieren. Dat is ideaal. Dan heb ik nog een chocopasta voor mijn brood. Nog een Boston rijst, maar dan Thai. En deze is ook nog van de Aldi. Choco chip. Noemt dat ontbijtgranen. En dan zo een beetje random heb ik nog 4 kaarsen meegebracht. Deze fresh cotton kaars. Deze is rose. Deze is in de geur rose ook. En dan deze is black rose. En dan heb ik ook nog kattenzand voor mijn katjes. Ik maakte kattenbak. Oei, wat ligt er trouwens? Zo vuil iets. Ik maak de kattenbak altijd 1 keer in de week helemaal leeg. Dus alles er echt uit nog eens. En dan ververs ik die helemaal. Omdat ja, mijn katten zijn met 2. En gewoon elke dag schoonmaken is vaak niet goed genoeg. Hè, baby's? En zo heb ik nog 2 zakken in mijn auto ook zitten. Dat ik zeker niet zonder kakazand val, hè, voor jullie. Hè? Want dan... kunnen jullie... Ah ja, jullie kunnen nog kakken dan, maar dat is niet leuk dan, hè. Dus dat heb ik ook nog meegenomen. Oké, dan ga ik nu alles in de kast zetten. Ik hoop dat ik alles erin krijg. Because it's a lot, hè. Let's hope. Maar ik ga proberen.
voilà. Alles past erin. Ik heb me misschien een beetje laten gaan met chips. En ik heb alles een beetje gepropt. Misschien ga ik die patatten ergens anders zetten. Alhoewel, nee. Ik ga sowieso die patatten vergeten als ik dat daar ga zetten. Ik ga dat gewoon hier laten staan. Maar zo ziet het eruit. Ik denk dat mijn kasten nog nooit zo vol zijn geweest. Maar I'm prepared, hè. Ik ga deze video even afsluiten via mijn computer, omdat mijn batterij van mijn camera plat is. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na en dan zie ik jullie snel weer. Hey,